een graad of 23. In De Plaatwerker bespreekt muziekredacteur Marcel van der Driest de plaat van de dag. En dat is natuurlijk wel een grappige paradox, dat je op zoek gaat naar het gevoel van thuis zijn en je gaat dan zo ver een reis maken. Oud, nieuw, Nederlands, Engels, de plaat of Silk, zei de Centrum in Meerderskerk. En met een bijzonder object dus, een portret van Franklin D. Roosevelt. Er is kritiek op de dichte tunnel, lees ik in de twee Zeeuwse kranten, PZC en BN De Stem. Heeft natuurlijk allemaal te maken met wat er dit weekend gebeurde. Tunnel, Vlakentunnel, was dicht vanwege werkzaamheden. Ontstond een lange file van de... Maar dan, echt erg, een jaar na de verkiezingen is er in Bosnië nog altijd geen regering en is de bevolking tot op het bot verdeeld. Het land staat stil. Kunt u lezen in